Minister André Misikabe van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft beloofd de wegen in Pontbuiten en Latour aan te pakken. Dit zal hij samen doen met zijn collega minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Deze belofte deed hij gisteren tijdens de persconferentie waar hij inging op de woningbranden van de vorige week waarbij 5 kinderen omkwamen. Misikabe merkte op dat de brandweer moeite had om de locaties te bereiken vanwege de slecht begaanbare wegen. Vooral de wegen te Pontbuiten verkeren in zeer slechte staat, zegt de bewindsman. Verder hebben we het ministerie van Openbare Werken gevraagd om te kijken in beide buurten. Nabij de locatie van de roofvisites, en ik kom ten aanzien van de roofvisites straks daarop terug. Hebben we OW gevraagd om te kijken naar de wegen. De wegen met name in Pontbuiten Petrusweg was in heel erbarmelijke toestand. Die is intussen aangepakt. Maar ook de terreinen van de mensen waar ze mensen zouden ontvangen is naar gekeken. Wateroverlast van dijk in de directe omgeving van het adres van de waar de mensen mensen ontvangen die wilden komen voor een deelneming. Die gebieden zijn aangepakt, zand is aangevoerd enzovoort enzovoort. Dat was minister André Misikabe van Sociale Zaken en Volkshuisvesting gisteren tijdens een persconferentie op het Sosafo hoofdkwartier aan de waterkant.